En het is vandaag Werelddierendag. Op deze dag wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan dieren en hun welzijn. De Dierenbescherming Suriname doet dit vanwege haar werk dagelijks, maar in het kader van deze bijzondere dag vraagt zij dit jaar extra aandacht voor het thema Break the Chain. De dierenorganisatie benadrukt dat een leven aan de ketting of in een klein hok een leidensweg is voor dieren. Dieren hebben bewegingsruimte nodig. Ze moeten dagelijks vrij kunnen bewegen, anders raken ze erg gefrustreerd. Daarin verschillen dieren niet van mensen. Echter zijn vele diereneigenaren of verzorgers zich nog steeds niet bewust hiervan. Dieren zodanig beperken in hun bewegingsruimte heeft ernstige nadelige gevolgen. Ze worden agressief, raken gedragsgestoord, krijgen ernstige verwondingen aan hun hals en nek en ze hebben een slechte lichamelijke en mentale conditie, waardoor ze gemakkelijker ziek worden. De dierenbescherming wijst in een persbericht erop dat het houden van dieren met verplichtingen komt die verder gaan dan dagelijks een bak eten geven. Belangrijk is dat houders erop toezien dat dieren de hoognodige bewegingsvrijheid hebben.